Van stoomkracht naar oerkracht. De sterkste mancompetitie zijn we op weg naar Haaksbergen. Of zoals ze hier in Twente zeggen, Hoksebargen. Het is een plaatsje van 23.000 inwoners dat ligt op de grens van Twente en de Gelderse Achterhoek. Op een steenworp van Hengelo en Enschede. Hier achter me in dit fraai gerestaureerde rijtuig van de Stichting Museum Buurtspoorweg zitten de hoofdrolspelers. 8 tot de tanden toe gewapende atleten die een gooi doen naar de titel sterkste man van Nederland. 4 van hen hebt u vorige week al aan het werk gezien op het eiland White in een internationale teamcompetitie. Zoals deze Ted van der Parre, regerend sterkste man van Nederland. En hier komt Berend Veenenberg, bijgestaan door Tjalling van der Bos en Wout Zijlstra. Het Nederlandse team werd er tweede op 1 punt achter het team van Groot-Brittannië. Dames en heren, veel publiek kunnen wij verwachten hier in Haaksbergen, in het centrum, waar we dus van start gaan met die boomstammen, rondom de pastorie en op de markt. En ik kan u zeggen, de pastoor kijkt toe. En hij kijkt met ons naar deze Ted van der Parre. Die gaat voor 145 kilo. Eerder pakte hij moeiteloos de 100, de 120, de 130 en 135. Zijn persoonlijk record op die boomstam was 130 kilo, dus hij kan hier zijn record verbeteren met maar liefst 15 kilo. Natuurlijk is er altijd dat lange lijf van hem, 2,13 meter, dat is een handicap. Het hele stuk moet hij overbruggen, maar laten we kijken of het hem lukt. 145 kilo. Voorslaan gaat goed en dan het uitstoten. Even onderweg laten rusten, dat mag. En dan die armen gestrekt, 2 seconden. En een bevrijdende lach. En vreugde ook bij echtgenote Ineke. En dan maken we ons op voor de komst van Cor Jansen van Jorksveld, ook voor die 145 kilo. Cor Jansen was er 2 keer eerder bij in die competitie voor de sterkste man van Nederland. Hij heeft 3 jaar ontbroken, maar nu is hij weer terug. Geblokmannetje en hij doet dat heel makkelijk. Mikey, dat is zijn zoontje van 4, die geeft hem extra kracht, althans in zijn gedachten. We slaan over op die 145 kilo Tjalling van der Bos en Paul Smeets en we komen bij Rens Vrolijk. Hij is inmiddels 41. Dit is zijn coach, Henk. En dan eruit. Good lift. Na Rens Vrolijk slaagt ook debutant Hans Schonewille en we komen bij Wout Zijlstra, 31 jaar. Maar eerst nog even terug naar Vrolijk. Een beetje gillen, ja. Ik hoor jullie gillen. Lekker. Iets waarvan Haagse Henk in het verleden blijkt gaf wel te kunnen. Goed, Wout Zijlstra dus. Mag hij even laten rusten op het hoofd. En daar neerleggen. Er komt 5 kilo bij en we gaan naar 150 met als eerste Ted van der Parre op dat gewicht. Met 145 had hij dus al een persoonlijk record, nu die 150. Kijken of dat ook lukt. Maar dan ziet hij het hopeloze ervan in. En hij stopt ermee.
als eerste moeten afvallen bij 150 kilogram, dat is ronduit balen. Sterk veld. Zelf kon ik aardig bijgekomen tot op heden, maar ik moet nou capituleren. Tot hoever gaat dit? Ja, ik heb weer aan het 160 zien drukken, maar ik ben benieuwd wat er op 150 gebeurt, maar dit gaat echt hoog niveau. Maar dat wist ik voor de tijd al. Jongens en voeten vormen al. Die 160 waar Wout Zijlstra het over had, dat klopt wel. Dat was vorige week op het eiland White, toen Berend Veenenberg er inderdaad 160 drukte. Zover zijn we nog niet. We zijn nu aan 150 voor Tjalling van der Bos. En hij kan wat Cor Jansen van Jorksveld niet kon op die 150, want die sneuvelde, maar Tjalling redt het wel. Alleen heeft hij nu een klein probleem. Ja, want het zijn toch 146 respectabele kilo's. Even rust, mogen we zeggen dat je jezelf overtreft? Ja, ik heb begin van het jaar voorhoofdsontsteking gehad. En daardoor kwam ik gewoon 4 weken te laat eigenlijk met je piek uit. Dus ik heb bewust dit jaar niet geforceerd. Ik ben gewoon het schema gaan volgen. En in principe moet ik over een maand de piek hebben. Maar ja, wat dit inhoudt, dat moet dan een verschrikkelijke piek worden. We zagen hem al even voorbij komen. Hij is ook nog in de wedstrijd. Paul Smeets, 32, 1,92 meter, 129 kilo. Hij werkt bij de regiopolitie Limburg-Zuid en Heerlen-Noord. En hij is de sterkste politieman van Nederland. 4 keer deed hij mee aan de sterkste man van Nederland. Hij werd 1 keer 7e, 3 keer 4e. En hij zou zo graag een keer bij die top 3 eindigen. 150 lukt. Hij redt het dus wel op die 150, rent vrolijk niet. En dan komen we bij de debutant Hans Schonewille uit Hogeveen. 36 inmiddels, 1,85 meter, 127 kilo. Hij was judoka van zijn 9e tot zijn 20e en van zijn 20e tot een jaar geleden bodybuilder. En nu sinds een jaar is hij bezig met dit werk. Zijn grote hobby is trainen. Ook hij voor 150 kilo. Iedereen is verrast. Wij ook. En dan gaan we verzwaren naar 155 kilo en komen bij Berend Veenenberg in 93 sterkste man van Nederland. Zijn Nederlands record op dit onderdeel is 160 kilo. Aanmoedigingen voor zijn trainingsmaat Cor Jansen van Jorksveld. En kijk, Berend Veenenberg, hij haalt het 155 kilo. En dan meldt zich duidelijk hoorbaar voor iedereen de heer Tjalling van den Bos. Nou, we hebben het voor u opgezocht in het Groot Fries woordenboek, maar ta-ta-ta betekent niets. Tjalling van den Bos voor 155, zijn persoonlijke record is 150. En dat lukt en dan blijkt Tjalling van den Bos naast krachtmens ook geveltoerist. Een nieuw persoonlijk record, iedereen tilt trouwens extreem veel. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Het is, zolang als ik er meedoe, is er nog nooit gebeurd op dit gewicht iedereen, praktisch iedereen, de eerste er van zijn volgen, laat ik zo zeggen. En ik probeer de beurden maar een beetje te sparen, een beetje energie over te houden. Ja, dan moet het maar weer. En dan komen we bij de sterkste, maar ook een van de aardigste politiemannen van Nederland, Paul Smeets. Ook hij voor 155 kilo. Even laten rusten op die steun van die riem, van die belt, voorslaan en dan uitstoten. Daar is dat uitstoten, de balans zoeken, maar dat lukt niet. Nog een keer proberen.
Nee, het is over met Smeets. Hij blijft staan op 150. En Tjalling van der Bos besluit om het verder voor gezien te houden. Alles was er, behalve het uitstoten. Ja, dat zijn die laatste centimeters boven je hoofd. Een beetje jammer. Maar ja, dat is goed, dat heb ik voor mezelf goed gepresteerd. Dus omdat ik kan niet kapot. De tegenstanders zijn ontzettend groot, dus onvoorstelbaar. Smeets valt dus af en ook Schone Willestrand op 155. Berend Veenenberg pakt sowieso 7,5 punt, Evers van der Bos, maar hij is ambitieus en wil meer. Hij wilde alleen winst en gaat voor 165 kilo. 5 kilo boven zijn persoonlijk record. Weer op het hoofd, weer wanhopig naar die balans zoeken en dan het uitstoten. Maar daar ziet hij het, het zit er niet in. Je moet weer het mooi houden, maar aanstaande zaterdag in Hoofdgebonden pakken we die. Ja, nee, prima. Beloof ik je. Maar hier blijft Veenenberg nog staan op 155, net als Van der Bos, en dus delen de heren de punten. Gedeeld derde Smeets en Schonewille en maar liefst vier man zijn vijfde, elk met 2,5 punt. Voor het tweede onderdeel zijn we bij de werkplaats van de Stichting Museum Buurt Spoorweg. Hier wachten deelnemers deze Duitse lok uit 1925 die gestookt wordt op Engelse kolen. Hij weegt maar liefst 37 ton. Ted, vergis ik me of zij er gedeprimeerd bij is? Voelt u je toch nu al niet verslagen? Nee, nee, zeer zeker niet. Natuurlijk niet. Kijk, het eerste onderdeel is gewoon voor mij persoonlijk is het heel goed geweest. 15 kilo boven me kunnen eigenlijk. En als je het verschil neemt tussen de laatste en de eerste, zit maar 10 kilo tussen, dus dat is drie keer niks. Toch zegt het verleden dat jij op het onderdeel hand over hand moet scoren. Het verleden heeft uitgewezen. Kijk, een vliegtuig trok ook makkelijk weg. En vorig jaar die brandweerwagen ging ook vrij soepeltjes eigenlijk. Dus waarom deze eigenlijk niet? Je zegt het al, een brandweerauto. In het verleden was het een auto. Nu is het een locomotief. Is dat in technisch opzicht verschil? Nou ja, kijk, deze rakker die van aardig weegt 37 ton. En ja, gaat er maar aan staan. Het gewicht is vrij hoog. Maar het moeilijkheid met deze trein is een heel mechanisme in. En dat moet je eerst in werking zien te krijgen. En als dat eenmaal gaat, dan denk ik dat je wel aan het eind kan komen. Nou, we zullen het zien. Er is heel veel collegiale, maar vooral charmante steun voor Paul Smeets. Hij dus voor 37.000 kilo. Eerst erin hangen om dat ding in beweging te krijgen. En dan de spanning op het touw houden en de beweging vasthouden. En dan denkt u misschien, is dat nou nodig, dat gebrul? Jazeker wel. Kijk u maar naar de Japanse judoka's. Die brullen ook zo. Dat zwarte ding, daar rechts, daar gaat het om. Als die omgaat, dan stopt de tijd. Het is natuurlijk voor Smeets dat hij de tijd moet zetten waar anderen zich op kunnen gaan richten. Daar komt dat ding dichterbij. En hier gaat hij om, na 29,81 seconden. Het lijkt rondom de 30 seconden te liggen. Oh, ja, ik weet niet of het goed is of slecht is. Ik kan daar ik touwen vastknopen. Lokkie is erg zwaar. Ik heb mijn best gegeven. Are you ready? Ready? Tjalling van der Bos in 1989 was hij sterkste man van Nederland. Wat kan hij 6 jaar later nog? Goed kijken, de touw niet missen en de gang erin houden. Nog even terug naar de tijd van Smeets, 29,81. Hoe ver komt hij? Hij is er nu wel heel dichtbij en daar gaat hij om, na 31,45 honderdste. Net iets meer dus. Hij lijkt niet echt tevreden. Oeh, 31,45 hoor ik. Ja, ietsje langzamer als Paul. Ik heb alles gegeven wat ik had, dus ik kan mezelf niks kwalijk nemen. Ook alles gegeven heeft Hans Schonewille, want hij komt vervolgens tot 31,54 honderdste. En dat is maar 900ste seconden langzamer dan Tjalling van der Bos. En dan zijn we bij Ted van der Parre, die met zijn lange lijf dat ding makkelijk in beweging kan krijgen. Bovendien is het bovenlichaam een mooie hefboom. Het is natuurlijk niet alleen maar trekken, het is vooral ook de concentratie vasthouden, de touw goed grijpen, de spanning op het touw houden. Steeds op de kloppentijd van Paul Smeets, 29,81. En waar komt hij op uit?
Op 29,95. Net ietsje langzamer. Smeets dus blij. Ik stel aan u voor de sterkste man van Nederland van 2 jaar geleden, Berend Veenenberg. 1400ste seconde langzamer dan Paul. Ik heb al vaker meegemaakt dat het een paar honderdste van een seconde is. Dus ja, maakt je zo gek vanuit. Het is alleen jammer. Dat is het enige. Ready! Wout Zijlstra komt na Van der Parre tot exact 30 seconden. En dan Berend Veenenberg. Nog steeds de Smeetse snelste met 29,81. Wat kan hij? Verbeet is hij en geconcentreerd, want hij wil die titel terug van Ted van der Parre. De zwarte cilinder komt nu heel dichtbij. Smeets, 29,81. En Berend? Hij komt tot 29,09. En dat is de snelste tijd, want Cor Jansen en Rens Vrolijk kunnen vervolgens met respectievelijk 35 en 32 seconden het feestje van Berend niet meer bederven. Nog nooit heb je zo hoog gescoord op dit onderdeel. Nee. Maar ja, je traint om vooruit te gaan. En blijkbaar ging het goed. Hij komt alleen naar de leiding. 3 is Van den Bos, gedeeld 4 zijn Schonewil en Van der Parre. En dan volgen Zijlstra, Vrolijk en Jansen van Jorksveld. Bewust even overgeslagen de verrassende nummer 2, Paul Smeets. Ik heb het al eerder geconstateerd. We zien dit jaar een andere Smeets aan het werk. Het is als het ware alsof hij zijn schuchterheid heeft afgeworpen. Ja, Jack, je zult ook wel gemerkt hebben. Vanaf je 30ste, dat begint het leven van de man natuurlijk. Dus je zult nog heel wat zien, want ik ben er 32. Dus wacht maar af. Nou sta je op 3 punten van Berend Veenenberg na 2 onderdelen. Dat lijkt mij perspectiefvol. Ja, zeker. Het biedt zeker perspectieven. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat er nog 5 onderdelen moeten. En het is het publiek van Berend. Het is zijn geboortestreek. Dus ik zal het er nog zwaar mee krijgen. Maar ik probeer hem gewoon het vuur aan de schenen te leggen. Zodoende dat hij misschien een fout maakt en waar ik gebruik van kan maken. Nou, en hier zien we dat thuispubliek van Berend Veenenberg. Hij woont er maar 20 minuten vandaan in Geesteren. Dit is Tjalling van der Bos en hij komt uit tegen Paul Smeets, die we net aan het woord hoorden. Dit onderdeel is de laadrace. De opdracht voor de heren 5 objecten van elk 100 kilo zo snel mogelijk verplaatsen naar die wagon die we daarnet zagen. Tjalling van der Bos op dit onderdeel altijd heel snel, heel explosief. Dit is een onhandelbaar kring, maar hij pakt hem wel. Spanning bij mevrouw Smeets. Maar we zien dat Tjalling nog steeds een kleine voorsprong heeft. En nog steeds. Een onhandelbare kist, moeilijk aan te pakken, maar dat lukt hem toch. En dan zien we dat Smeets zijn achterstand heeft ingelopen. En dan voor beide het laatste object, 100 kilo, een zogenaamde textielboom. Kleine voorsprong voor Smeets. En dat resulteert in de volgende tijden 37,01 voor Smeets en 37,97 voor Tjalling van den Bos. En dat vingertje. Wat zou dat betekenen? Betekent dat vingertje? Ja, dat betekent heel veel, Jack. Ik wil even de handen op mij vestigen. Dat heb ik even gedaan. En nou eens even kijken hoe het verder verloopt natuurlijk. Maar ik weet dat Charling op de korte afstand, met veel kracht, altijd heel goed is. Dus ik heb misschien een leuke richttijd weer neergezet voor de anderen. Maar ja, de echte jongens komen ook nog allemaal, dus de conditionele jongens. We wachten wel. En wij kijken met Paul Smeets mee naar die andere sterke conditionele jongens. Hier, Berend Veenenberg en zijn hier tegen Wout Zijlstra. Allebei nog één ding te halen. Berend die kist en Wout die textielboom. En de tijden lijken sneller. En we kijken naar de tijd van Berend Veenenberg. Het wordt inderdaad sneller. 33,74 en Wout Zijlstra 37,94. Nou, u hoort het nogmaals, 33,74. Voorlopig is hij opnieuw de beste. Heb je hem gehoord, die tijd, 33,74? Ja, is goed. Bijzonder ben ik er tevreden mee. Op net, net met die treintrek eigenlijk. Mijn hamstrings en mijn bil. Helemaal vastrok. Dus ik heb nog moeite om rechtop te staan. Fysiotherapeut heeft goed werk verricht. Maar er moet nog wat aan gebeuren, want ik kan nog niet goed staan. Daarom ga ik ook even zitten. En dan kijken we naar heat nummer 3 met links Van der Parre en rechts Schonewille. Vreselijke kist, voor hem ook, voor Hans Schonewille. Maar hij lijkt het goed te doen.
Een tonnetje, dat is wat makkelijker aan te pakken voor Van der Parre. Nou, wat heet een tonnetje? 100 kilo. En hier is Schonewille, in een prachtige tijd. 35-23 honderdste. Dert van der Parre heeft nog één object te gaan. En daar komt hij. Laatste ding erop, maar er gebeurt iets. Hij grijpt naar zijn kin. Hij is aangeslagen, groggy, iedereen erbij, bezorgd. Wat is er gebeurd? Schonewille bekijkt het van een afstand, bijgestaan door de man in het blauwe spijkerhemd, Piet Baarsen. Vorig jaar was hij er nog bij, maar Ted van der Parre, wat is er met hem? Laten we kijken wat er gebeurde. Die laatste ton gaat erop. Alleen dan stuit hij terug en dat is pijnlijk, tegen zijn kin. Maar de fysiotherapeut stelt vast dat de schade erg meevalt. Tweede tijd, Hans, knap. Helemaal te gek. Gek om van de man als Ted van der Parre te winnen. Dat is natuurlijk gigantisch. Altijd heel veel tegenop gekeken. En nog steeds. Want het is natuurlijk gewoon de sterkste man van de wereld geweest. En het is een sportjongen. Dus het is voor mij eigenlijk niet te geloven. Veneberg loopt uit. Smeets blijft goed volgen. Van den Bos en Schonewille staan broederlijk derde. En dan volgen de overige vier. En Van der Parre weet één ding inmiddels zeker. Nog geen bokser. Ik denk het zeker is. Ik denk, Hans, als we de eerste drie onderdelen overzien, dat we nu al mogen spreken van een geslaagd optreden, geslaagd debuut. Ja, zeker. Kijk, het is voor mij de eerste keer dat ik meedoe. Ik kom toch uit een heel andere wereld, de bodybuildingwereld. En om bij de 8 sterkste mannen van Nederland te mogen en te kunnen deelnemen, is voor mij al op zich al een geslaagd evenement, bij voorbaat. En dat acteren te midden van die sterkste mannen van Nederland, hoe verwerk je dat in je bovenkamer? Ja, heel anders als het wat ik gewend ben. Kijk, met bodybuilding wordt het toch vaak gezegd dat je maar wat met lichte gewichtjes traint en dat het niet veel voorstelt. Maar ja, ik heb toch tegenover de 8 sterkste mannen van Nederland nu al het tegendeel bewezen. En dus een beetje toch de bodybuilding sport ook hoog houden. Want het is alle twee krachtsport en je moet er gewoon heel, heel veel voor doen. Je staat redelijk hoog in het klassement, maar om die positie te handhaven moet je dus ook goed acteren in de crucifix. Ja, nou, de crucifix is voor mij in principe een beetje een probleem. Ik ben best wel sterk in mijn schouders. He, maar ik heb een strekbeperking op mijn elleboog en ik heb daar een fractuur aan gehad. En voor mij is het gewoon heel, heel moeilijk om mijn rechterarm gewoon goed te strekken. En ik hoop dat de heren scheidsrechters daar een klein beetje rekening mee kunnen houden. Neem dat ding eens in je hand, want dames en heren, we hebben voor dit onderdeel 2 zoutboortorens van elk 15 kilogram na laten maken. Want u weet het, dit gedeelte van Twente met Boekelo in de buurt herinnert ook aan de tijden van de zoutzieders. Locatie, de Stellingmolen, de Korenbloem. En op de omloop van die molen staat als eerste voor het vierde onderdeel de klassementsleider Berend Veneberg. Hij is 31 en vertegenwoordiger in door hem zelf ontwikkelde fitnessapparatuur. Zoveel mensen, urenlang opeengehoopt voor alles bij elkaar, misschien 5 minuten actie. In beide handen dus dat toerentje van 15 kilo. Wachten op het beginsignaal van scheidsrechter Capes. Daar is dat beginsignaal. En dan staan, gestrekte armen, met een goed gereguleerde ademhaling en goed geconcentreerd. Berend van Veneberg, zo'n kreet er tussendoor. En hoor je dat publiek. Eén waarschuwing krijgt hij daar van Kevin. En tweede is het over. En daar is het over. Na 44,78 honderdste seconden. Toch niet slecht, zeker niet. Eerste reactie. Niet goed genoeg. Nee, ik denk dat dit daar net overheen gaat. Ik kon niet optimale spanning zetten op mijn benen, want ik heb mijn rug vast zitten nog. Dus dan gaan we vanavond eerst mee aan het werk, vanmorgen sowieso voor de deadlift. Berends verwachting dat Ted iets beter zal zijn. We zullen het zien, maar vaak is hij inderdaad de beste op dit onderdeel. Hij zal dus over 44,78 heen moeten. Lower.
Dat is de eerste waarschuwing. En daar gaat hij. 43,55. Net ruime seconde minder dan Berend. Janning van der Bos met ruim 15 en Cor Jansen met een dikke 37 slaan we over en we komen bij Rens Vrolijk. En deze man kan er wat van. Je bent door die klap van het glas ben je uit je concentratie gehaald. En dan moet je weer een kunst zien te komen, dat is echt moeilijk. Rens Vrolijk in 1992 won hij dit onderdeel in Zierikzee. Hij heeft dan ook een geweldige coach. En van die coach vragen we ons iedere keer eraf wie het nou het moeilijkst heeft, Rens of die coach. Het scheelt tot 50-65. Heb je het gehoord, mijn jongen? Ja, toch nog de dag redelijk geëindigd. Fijn wat de rest doet natuurlijk. Maar wij houden tevreden. Uiteraard. En wat kan dan deze debutant? Hans Schonewille heeft het probleem dat hij zijn rechterarm niet goed kan doorstrekken. Dat vertelde hij al. Hoeve Clementie kent hoofdscheidsrechter Jeff Capes. Maar na een halve minuut is het over en dan Wout Zijlstra en een lachende Capes. Zijlstra heeft een gaatje in het reglement ontdekt en bindt zichzelf vast aan de paal. Hij zit vrienden in, hè? Nee, het is leuk gevonden, Wout, maar het mag niet. Take the strain. Begin! En dat is zonder riem Wout Zijlstra 2 keer 15 kilo. Lower. One warning! De eerste waarschuwing voor Wout Zijlstra. Wout Zijlstra komt tot 29-27 honderdste, goed voor een zevende plaats. Paul Smeet scoort vervolgens 41-24 honderdste. En dus blijft deze Rens Vrolijk de grote winnaar op dit onderdeel met 50-65. En is er plaats voor een innige omhelzing met Henk. Ook Berend Veenenberg doet met zijn tweede plaats goede zaken, vindt ook zijn thuispubliek. Hij blijft riant eerste. Paul Smeets is twee schone willen prachtig drie, maar voor die plaats zijn nog een paar gegouden. Van der Bos, Van der Parre, Vrolijk en Zijlstra, terwijl Cor Jansen voorlopig een beetje achterblijft. Aan het begin van de tweede dag zijn we op het bekendste plekje van Haaksbergen, de Oostendorper Watermolen. Aan de ene kant korenmolen en aan de andere kant oliemolen. Hier gaan we lopen met een paar schietspoelen die herinneren aan de tijd van de textielindustrie. Alleen, ze wegen 95 kilogram. En de man die altijd goed presteert op dit onderdeel is Janning van der Bos. Vandaag weer. Goedemorgen. Ik ga er wel vanuit dat het dit keer heel hoog eindigt. Voel je niet beledigd als ik constateer dat je boven verwachting goed presteert? Nou, ik voel me dan wel beledigd. Ik denk dat ik in het verleden genoeg heb laten zien. Alleen ja, het is zeker met de sterkste man van Nederland de laatste paar jaar dus niet uitgekomen. Maar ja, voor mij is het niet zo'n verrassing. Spitst de strijd zich vandaag toe op een ereplaats achter Veenenberg en Smeets of volgt er nog meer? Ja, kijk, zij moeten natuurlijk op een gegeven ogenblik de deur op een klein kiertje zetten, maar ik ga zeker van de top 3 plaats uit, ja. Oké, pick it up! Een top 3 plaats, ja, daar maakt hij ook aanspraak op. Hans Schonewille, hij staat nu derde en niemand weet precies wat hij kan. In ieder geval is het de goede coaching van Piet Baarsen die jarenlang zelf meedeed. Goeie vriend van hem al, ruim 10 jaar. Kom op, en we maken de snelheid. We gaan de snelheid maken.
snelheid maken. En doorzetten, hè? Kom op. Kom op. Zet door. Ja, gaat keurig. Ga door. Kom op. Lekker borstel. Probeer die brug te halen, hè? Probeer die brug te halen. Kom op. We gaan door. Die brug op. Zet door. Loop door. Ja, die brug op. En dan moeten ze dus over het water. En dat verstoort bij sommigen de concentratie. Dus het ritme nog wel eens. En daar is het gebeurd van Schonewille. Exact 110 meter. De volgende, Cor Jansen van Joorsveld, komt tot 93,85 meter. Ted van der Parre dan. 110 meter voor Schonewille. Dat is niet niks. Ik denk dat het niet verkeerd is. Ze zijn echt loeienzwaar. Echt zwaar. Ik ben de eerste. Het is een beetje rot. Maar ik heb er wel een goed gevoel over. In dat bochtje? Bochtje op zich is geen punt. Alleen als je het bochtje door bent, dan buigen ze door. Dat is lastig. Dat is op zich wel wat lastig. Maar ja, ik ben wel tevreden, denk ik. Heb je nog tijd om ergens aan te denken onderweg, of niet? Alleen maar luisteren naar de stem van Piet. Anders niet. Ted van der Parre is inmiddels over die 110 meter, maar hoe ver kan hij nog? Zo. Tot hier dus. Zo, zegt hij. En inderdaad, 130 meter 30. En ook Ineke lijkt tevreden. Opmerkelijke afstand, 130 meter. Het is zwaar parcours. Heel zwaar, vooral daarin. Gaat een klein beetje omhoog. Heel gemeen. Moest er even wat rechtgezet worden? Kom op! Een bruggetje is niet zo erg, je moet straks wachten. Geen commentaar. Ik ga zitten, ik heb geen lucht. Ja, daar kan verder. Rens Vrolijk komt vervolgens tot 109,65 meter. En dan kijken we naar Berend Veenenberg, of bepaald niet zijn favoriete onderdeel. Maar hij kan ze wat veroorloven. Toch is hij niet echt tevreden hier. Want kijk maar, hier staat het bordje met zijn afstand 85 meter 2. Wout Zijlstra met een voortreffelijke 118 meter slaan we over. En we komen bij de runner-up Paul Smeets, die voorbij gaat aan zijn eigen spandoek. Hier, Supercup Paul Smeets met 2 keer 95 kilo. En Berend Veenenberg leidt ook op een andere manier. Terug bij Paul Smeets, een sportverleden om u tegen te zeggen. Bodybuilding, voetbal, zwemmen, boksen, judo, volleybal en basketbal. En Veenenberg heeft grote problemen. Paul Smeets, het bruggetje heeft hij te pakken en hij scoort ten opzichte van Veenenberg. Jongen, jongen. Oké, dit is het. Dit lijkt verontrustend, maar het is het niet. Gewoon een stukje eerlijke vermoeidheid na 114 meter 75. En dan was het ook alweer Ted van der Parre, 130 meter 30. Gaat deze Channing van der Bos daar overheen? Het zou de eerste keer zijn tijdens een sterkste man van Nederland competitie. Ga ik hier een kans lopen? Ik denk wel de grootste kans op mijn leven. Lig lekker, loop perfect. En ik wil de zenuwen misschien. De spanning is te groot geworden. Druk te groot. Ik snap het niet. En hoe is die spanning bij hem? Bij Johnny, over dat bruggetje. 120 meter. Maar het gaat goed, zo te zien. Daar komt hij bij het punt van Ted. Wat zal ik doen? Gewoon, nog een metertje door. En dit is de bevestiging. Wat deden we met die triomfantelijke blik, even bij die pylon? Ja, ik zat aan een bekende stadion, zei je bent er nog niet. Dus even door. Pikke baas. Geweldig. De stand na 5 onderdelen. Berend levert wat puntjes in. Paul zit op nog maar 3 punten. Challing is nu 3e en Hans en Ted zijn gedeeld 4e. Je staat nu 3 punten voor op Paul Smeets. Is dat voldoende voor de titel?
Ja, het ligt aan hoe de deadlift gaat. Als de deadlift goed gaat, moet het gewoon eigenlijk voldoende zijn. Kijk, en ja, je weet ook niet hoe de blessure is, dat hij zich nog verergert. Of dat hij zich continueert of een beetje opknapt, dan zit het goed. Nou, we zullen het zien. Het lopen gaat in ieder geval niet geweldig. Maar hoe zit het met het verplichte uitstrekken? 250 kilo voor Berend. Je weet hoe Berend is. Het is een doorzetter, een bijter. En we wachten het onderdeel wel rustig af, hoor. Dat gaat gewoon goed. En nu het uitstrekken. Down! Luister vervolgens naar Jeff Capes. Good lift. Berend must lock his legs in a full position. The first lift was on the borderline. He got a good lift, but next time he must be more strict. If he's not strict, it's no lift. Ik kan niet strekken. Ik kan niet verder strekken. Ik vind het zelf dan niet meer verantwoord. Ja, ik doe verder niks, alleen naar bovenin zit. Ja, maar de scheidsrechter zegt ook dat er gestrekt moet worden. En als het niet gaat, wegens een blessure, dan houd ik op. We maken een flinke sprong in de wedstrijd, van 250 naar 400 kilo. Iedereen is nog in de wedstrijd, ook Berend Veenendaal en ook deze Rens Vrolijk. Het lukt hem dus. Dan gaan er weer twee zakjes zout van 10 kilo erbij en we gaan kijken naar Ted van der Parre voor 420 kilo. Streps worden aangelegd. En dan is het tillen. Omhoog. Met zijn lange lijf. En strekken. We zijn al aan de 430 kilogram en nog is er niemand uit. Echt gekke werk. Kijk, mijn eigen neem ik zit nou 30 kilo meer dan vorig jaar en er is nog geen mens uit. En dan denk je toch, verrek bij je eigen. Wanneer gaat het gebeuren? Ze blijven maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dat komt vanuit aan. Het is inderdaad opvallend. Vorig jaar won Piet Baarsen dit onderdeel met 430 kilo. En nu is iedereen nog in de wedstrijd op dat gewicht. Rens Vrolijk dus voor 430 kilo. Samen met zijn coach. En dan Tjalling van der Bos. ...430 kilo. Berend Veenendaal wordt omhoog gehesen voor zijn 430 kilo... ...en Hans Schonewille in zijn supersuit gehesen. Het pak dat is voor de ondersteuning van de spieren. Maar Berend Veenendaal dus voor 430 kilo. Hij lijkt een beetje boos, maar hij wil gewoon de titel terug van Ted van der Parre. En dan Rens Vrolijk voor 440. En zo wordt Rens Vrolijk de eerste afvaller op maar liefst 440 kilo. Hij blijft staan op 430. Het veld is zo verschrikkelijk sterk, Jan. Ik kan er niet tegen op dit. Je wordt er gek van. Ja, gewoon zeggen. En dan Paul Smees, ook 440. Tjalling van der Bos. Ook 440 voor hem. Yes! Lift!
Nee, dit is een gok. Gok is eronder. Ted van der Parre, 440 kilo. Er op een veronderzijde. Bedank je naar het publiek, hij blijft staan op 420 kilo. Je vorige gewicht zou je bijna vorig jaar winnaar geweest zijn op dit onderdeel. Ja, het is te gek voor woorden. Dus daarom zag je hier trainen, nou dat zit gewoon lekker goed, maar helaas pindakaas, weer mis. Ted van der Parre dus uit, rent vrolijk ook en de rest gaat door op 460 kilo. Ook deze Wout Zijlstra. En dat is goed vries voor een bakje met saus. Hij is nu al de verrassing van deze wedstrijden. De debutant Hans Schoonewille. ...460 kilo, zijn prooi. Paul Smeets wordt de derde afvaller. Hij blijft staan op 440 kilo. Natuurlijk, Wout, hij moet nog een keer gebeuren. Hij gaat nu voor 470 kilo. Je hebt gestreden als een leeuw, maar het was iets te veel. Nou, Jack, ik heb me zo gigantisch verbeterd. Ah, ik bedoel, meer stint zat er gewoon niet in. Ik had er niet durven te dromen dat ik zo ver zou komen. Ondanks dat ik me voor mezelf al een bepaald aantal kilo's had uitgerekend. Wout Zijlstra, maar het is over en hij valt terug naar 460 kilo. Vervolgens meldt zich Cor Jansen van Jorksveld. Hij kwam moeiteloos tot aan deze 470 kilo. Kijken wat hij hiermee maakt. En dat lukt en dus is er een beloning voor Kees. Een beloning met gevolgen, dat wel. Overleg tussen Schoonewille en Baarsen. Inmiddels zijn we gaan verhogen naar 480 kilo. Schoonewille zit nu aanmerkelijk hoger dan Tjalling van der Bos en dat zou hem mogelijk weer terugbrengen op de derde plaats. En dan, hoezo blessure? Veenenberg is er nog steeds, ook 480 kilo. Verder komen de heren niet en dus eindigen Schoonewille en Veenenberg ex-equo als eerste. Er komt de Drentse debutant weer terug op de derde plaats. Vandaar terechte felicitaties van zijn grootste bedreiging, Tjalling van der Bos. Hier komt de stand naar het voorlaatste onderdeel. 1 Veenenberg, 7 punten voor op Smeets. Schoonewille dus derde, Van der Bos vierde en de rest gaat hooguit op verwinst op het laatste onderdeel. Je bent een realistisch mens, dus zul je de strijd om de eerste plaats vergeten, die is voor Berend. Ja, Jack, zoals nu de voorstaat wel, want ik ga gewoon vanuit dat Berend die eenderste bal gewoon erop legt en is hij gewoon straks maar van 1995. Maar er zijn kapers op de kust voor de tweede plaats, jouw tweede plaats. Ja, dat is Hans Schoonewilling en natuurlijk niet te vergeten Tjalling van der Bos. En ze zitten heel dicht op mijn hielen en ze willen beide gaan en natuurlijk voor die tweede plaats. Doe je best. Dank je. En die ballen zijn de bekende Stones of Strength. En we zijn daarvoor weer terug op de basis, het centrum van Haaksbergen. En daar ligt dat prettige toetje te wachten voor de heren. Vijf stenen van 90, 110, 120, 130 en 140 kilo. De tonnen zijn 1,32 meter hoog. Tjalling van der Bos brengt Harzan op zijn handen en zijn onderarmen om meer grip te krijgen. De beurt is nu aan Wout Zijlstra nadat Rens Vrolijk binnen de 2 minuten toegestaande tijd 3 stenen op de ton heeft gekregen. De handicap voor de heren is natuurlijk dat ze beginnen met de lichtste steen en eindigen bij de zwaarste. Het beginsignaal van scheidsrechter Jeff Capes. De eerste bal gaat er makkelijk op. Ruim 6 seconden. Nummertje 2, 110 kilo. Bijna 15.
Tijd kan belangrijk zijn, want als er een gelijk aantal stenen op de tonnen komt, dan gaat het de tijd tellen, de snelste tijd. Het is steen nummer 3, in 23,5 seconden. Dan die van 130, de voorlaatste. Hij is lang, hij heeft het ding goed vast en legt hem er zonder moeite op. En dan die laatste, van 140 kilo. Hij was er 3 jaar geleden in Zierikzee heel dichtbij, toen scheelde het een paar centimeter. Zou het hem nu lukken? Hij zou de eerste Nederlander zijn die het in deze competitie met 5 stenen voor elkaar zou krijgen. Hij lijkt te zwaar. Niet waar, hè? Is niet waar, hè? Maar het is wel waar, hij moet opgeven na steen nummer 4. En dan komen we bij superkop Paul Smeets. 3 stenen leggen hij erop in 23 seconden. Nu gaat hij voor steen nummer 4, die van 130 kilo. En dat lukt ook in 33,5 seconden. Daarmee is hij sneller dan Zijlstra. En dan dat laatste onding. Wat is het helemaal? 40 centimeter? 30 misschien? Maar het is vooral ook een kwestie van tussen de oren. Een mentale kwestie. Dat ene kleine duur. Dan zou dit de eerste zijn. Oh, en let op die ogen. Het gaat gebeuren. Nee, het gebeurt niet. Helaas, ook Paul Smeets slaagt er niet in. We komen bij Hans Schoonewille. Na 3 stenen was hij zonder meer de snelste in 18 seconden. Hoor dat publiek. 130 kilo. Geen balans. En het is over. Hij houdt het voor gezien. Cor Jansen komt ook niet verder dan 3 in Antjalling van der Bos. We pikken hem op bij steen 4. Let op zijn handen. De buitenkant zit hars. Als hij zijn handen wrijft, heeft hij het ook meteen weer aan de binnenkant. Dat is heel slim. Steen nummer 4 ligt erop en nu steen nummer 5. Zou hij dan? U hoort het nog 15 seconden. Dat is aardig. Gewoon meetellen. Maar ik blijf wel zitten. Nee, gevoel voor show kan hem niet worden ontzegd, deze Tjalling van der Bos. Ted van der Parre, steen nummer 4. Hij draaide geen slechte competitie, maar de rest is deze keer zo sterk. Goed, die steen gaat erop en nou zou hij in één klap alles kunnen goedmaken als hij dan eindelijk als eerste Nederlander met die 5 stenen die laatste erop legt. Hij kijkt er eens naar. Hij kijkt er nog eens naar. En dan voel je haast dat het moet gaan gebeuren, maar redt hij het ook. Eindelijk kan hij een keer voordeel hebben van dat lange lijf. Laatste stukje verbeterkracht. En je wordt er koud van als je het ziet. 5 uur op een mooie middag in Haaksbergen. Ted van der Parre schrijft geschiedenis. En terwijl de kerkklokken voor Ted gaan luiden, maakt als laatste Berend Veenenberg zich op voor wat we een formaliteit kunnen noemen. Hij hoeft maar 1 steen te plaatsen voor het enige punt dat hij nog nodig heeft. En Ted, wel, die werd het gebaar van de koster zeer te waarderen.
Berend gaat ondertussen gewoon door. Hij is te ambitieus om het bij die ene steen te laten. Ook hij wil het kunstje van Ted graag even naar. Dit is steen nummer 4 en dan vraagt hij nog één keer de steun van 3000 man publiek. Het lukt niet. En dan is het de troost van Cor Jansen, van zijn coach Martin en van Ted van der Parre. Maar wat hij troost, want hij heeft wel zijn titel terug. Sterkste man van Nederland 1995, Berend Veenenberg. Paul Smeets heeft eindelijk zijn top 3 plaats. Hij wordt zelfs tweede. De aanwinst van Schonewille wordt derde. En voor Ted van der Parre met een gedeelde 5e plaats viel er deze keer wat tegen. Kijk, iedere sporter maakt dus een dompertje mee. Ja, het is mij een keer een domper. Ik heb constant... In de hele competitie heb ik een rode draad ergens om me langs zien schuiven. Die heb ik nog steeds te pakken, dus wat kan je gebeuren? En dat is all the game. En terwijl je toch een goede voorbereiding hebt genoten, wat perfect ging met alles en nog wat. En dan ga je die wedstrijd ga je draaien en dat mislukt en dat gaat net niet. En slaan ze me door. Alleen het laatste onderdeel lukt dan wel, gelukkig. Volle tevredenheid is er natuurlijk wel bij de nieuwe sterkste man van Nederland, Berend Veenenberg. Foutje van vorig jaar ingezet. En dat is lekker. Hard voor getraind, echt hard voor getraind. En momenteel nog een tussentijd nog blessure erbij. Ja. En toch het allemaal met elkaar aan doorgaan. En toch nog winnen. Dat is gewoon schitterend. I'll be back.